video. Vandaag gaan we een leuk latje trap doen. Op dat doel. Ik weet niet of jullie goed zien. Ja, dan. Degene die niet gaat schieten, die gaat filmen. En dan zo, ja. Jullie snappen het hopelijk allemaal wel. Wij gaan vandaag even een mooie dingen weggeven. Want wij gaan een giveaway doen. We hebben hier voetbalschoenen. Je ziet ze ook. Wacht, ik film ze even van de andere kant. Oh, wacht, dat zie je niet. Ik hou hem zo boven als het goed is. Ik weet niet of jullie het zien. Zo. We gaan ze nog wel schoonmaken. Maar het zijn hele... Wil je deze schoenen nou winnen? Het zijn best mooie schoenen. Laat een reactie achter en waarom je ze wil hebben. En dat is waar. Dus laat een mooie reactie achter of je die wil winnen. En degene die het overtuigend is over deze schoenen, die wint. Dus ik hoop dat jullie genieten van deze video. En later tot deze video. Mac gaat nu schieten. Hij staat daar. Degene die hem als eerst 3 keer heeft geraakt, die wint. En we mogen 2 keer achter elkaar. Dus Mac heeft nu 2 pogingen. Ik hoop dat jullie genieten van deze video. Doe even een duimpje omhoog. Ja, dat is gewoon goed. Dus Mac gaat nu schieten. Jullie zien hem als het goed is. Ik ga nu schieten? Ja. Op de paal! Nee, ik had hem 4 keer of 3 keer op de paal. Ja. Ik heb nog een kans. Hij raakte hem. Ah, ik zag hem niet. Raakte ik hem? Ja, ik raakte hem, vind ik zelf. Oké, nu ga ik 2 keer schieten. Hij schande naar ja, kom maar. Ik heb er 1 van de 2. Dat is nog best redelijk. Sam staat hier. Daar dus. Hij gaat nu schieten. Hij schiet best. Mijn eerste was bijna raak. Maar de tweede was raak. Hoe gaat hij het nu doen? Twee keer mis. Oeh, misschien wordt dit wel een overwinning voor mij. Ja, als je deze 2 raakt, dan heb je overgewonnen. Hé, maar. Moet toch niet kijken voor deze video? Spam even deze reactie in de comment. Wat de straf is. En de beste straf, die gaan we uitkiezen. En die doen we dan volgende video, oké? Okay? We moeten een straf achterlaten in de comment. En die beste straf, die doen we in de volgende video. Dus. Ha! Die is goed. Maar ik ben ook zo slecht in latje trap. Ik ook. Kijk, ik weet niet of jullie het... Oh! Hij viel even om hoor. Dus jullie zien nu als het goed is. Oh, wacht. Hij raakte de lat. Nee, ja, hij gaat eroverheen. Ja, hij ging via de lat. Ging er helemaal overheen. Wacht. Ik ga even de bal halen. We zetten straks ook even een ander type. Dus, Sam gaat nu weer schieten. Ik hoop persoonlijk dat hij hem niet raakt. Want... Nee, want ik wil natuurlijk winnen. Sam gaat nu schieten. Je mag. Je hebt er al 2 geraakt. Ja, ik heb er al 2 geraakt. Nee, oei, oei, oei. Schilder maar een haartje. Wordt hij raak? Nee. Nee, hè? Hij was 3 raak. Het gaat zo slecht. Echt zo klein voor jou.
Mix schreeuwde echt een haartje, net als de mijne. Nee, als je raakt, dan ben ik af. Net aan over. Ik heb niet geraakt. Heel shit. Nou, nu ga ik. Aan de kant, hè. Ja, ik ga hier staan. Voor de camera. Oh, ja. Sorry. Over. Nee. Sam, je moet boven. Je ziet echt gewoon die grasprietjes, jongen. Je ziet die grasprietjes, dat is wel mooi. Kijk, jullie zien wel het doel, hoop ik. Want ja, maar je ziet wel grasprietjes. Weten de mensen nog niet, hoor. Yes! Ik maak nog kans. Ik ga nu gewoon al die twee raken. Ik hoop niet dat hij het gaat raken. Hij schiet over. En laat even weten of jullie meer van video's zoals Mick aan het tennissen willen zien. Want die is als het goed is ook online gekomen gisteren of vandaag. Ik weet niet wanneer hij hier net opkomt, maar ja. Als jullie dit kijken, waarschijnlijk komt hij ook die dag online. Yes! Ja! Gaan we meteen nog een keer? Nee, dat niet. Ik kom dichterbij met die. Ja, ik kom dichterbij. Maar als ik hem nu raak, heb ik gewonnen. Ja, echt wel. Maar je raakte me niet. Je mik. Mik is stekker heel clean, maar nu schiet hij echt een keer gewoon volledig naast. Yes! Ah, ik ga deze alle twee raken. Ik ga deze gewoon. Maar als ik kwaad voor de helft meetel, dat ik hem nu al. Ik ga hem 2-2. 2-2. 2-2. Mag ik de bal houden? Nee.
die mijn fiets. Die van Senna en Wout.